En de start is gevallen, dames en heren, voor de Monté-draverij. En Jor Vredebest, die mist de start. En het is na de start Eyecatcher die het commando heeft genomen. Eyecatcher neemt een lengte voorsprong. Uchigilio Crafts op de tweede plaats. En die wordt dan gevolgd door de aan de binnenzijde opererende Tim Pine. Paard op weg naar de rechterlijn. Galoppade voor Uchigilio Crafts. Uitgegaren paard nummer 2. 2 galop. En die wordt daardoor ook uitgeschakeld. En we zijn in de rechte lijn voor de tribune met Eyecatcher. 5-6 lengte voorsprong. De tweede plaats is voor Tim Pine. En in derde positie daarachter opererend nummer 6 Vonda Beukenswijk. Zo gaan de paarden de Klingendaalbocht in. Grote voorsprong voor Eyecatcher. Tim Pine nu al op de tweede plaats. En daarachter nu Reality Vibber in derde stelling. Zo zijn de paarden op dit moment in de Klingendaalbocht. Aan de binnenzijde Vonda Beukenswijk. Daarachter Shy Boy W. met dichterbij Vos van Kamstra. En de paarden zijn aan de overkant van de baan. Hopeloze achterstand voor Jor Vredebest. Eyecatcher leidt met 5-6 lengte voorsprong. Op de tweede plaats is het Tim Pine. Derde positie op een lengte volgend Reality Vibber. En aan de buitenzijde volgt Vos van Kamstra. Daarachter volgt dan Shy Boy W. En Shy Boy W is aan de opmars bezig. Twee lengte daarachter Vonda Beukenswijk. En daarachter dan nog Jor Vredebest. En de paarden zijn weer in de Noorderbocht. En het is daar dat Eyecatcher weer uitloopt. Een lengte of 7 voorsprong. Tim Pine op de tweede plaats. Op 3 lengte daarachter Reality Vibber. Met Shy Boy W. De paarden zijn weer in de rechte lijn van de tribune. Uitgegaren paard nummer 3. 3 galop. En dat leidt tot uitschakeling. En de deelnemers gaan zo dadelijk langs de rechter met een ronde te gaan nog in de Spendik prijs. En het is nu duidelijk Tim Pine aan de leiding met 2 lengte voorsprong op Shy Boy W. Daarachter volgt dan Reality Vibber in derde positie. Vierde plaats voor Vos van Kamstra. En daarachter Vonda Beukenswijk en op afstand Jor Vredebest. Deelnemers zijn halverwege de Klingendaalbocht op weg naar de overkant van de baan. Met aan de kop van het veld Tim Pine. Tim Pine, 2 lengte voorsprong. Tweede positie is voor Shy Boy W. Halverwege de rechte lijn aan de overzijde. Daarachter wordt Reality Vibber op de derde plaats nu afgelost door Vos van Kamstra. En op de vijfde plaats Vonda Beukenswijk. En de deelnemers naderen nu de laatste bocht. Met nog altijd Tim Pine de leider. Tim Pine brengt ze de laatste bocht in. Heeft 3 lengte voorsprong op Shy Boy W. En in derde positie daarachter Vos van Kamstra. Duidelijke afstanden tussen de paarden nu. Op de vierde plaats Reality Vibber. Maar Tim Pine lijkt moeilijk te belopen. Of het venijn zal hem in het staartje moeten zitten. Maar Tim Pine heeft de zaken nog stevig onder controle. Shy Boy W op de tweede plaats. En in derde positie Vos van Kamstra. Maar Tim Pine en winnend Monté-debuut voor Terry Kane. Tim Pine wint met 8-9 lengte voorsprong. Naar de tweede plaats gaat er nog Vos van Kamstra. De derde plaats is voor Shy Boy W. Op de vierde plaats is het nog bijzonder nipt. Jor Vredebest, die is misschien nog vierde. Ten koste van de daarachtervolgende Vonda Beukenswijk. Bruin van King Pine uit Devil's Orchid. Gefokt door de heer Stevens. Eigenaar en trainer Nico Post. En de winnende jockey is Terry Kane. Kilometer tijd van de winnaar 1.18.1. Tweede geplaatst nummer 5 Vos van Kamstra. Derde de 4 Shy Boy W. Vierde de 1 Jor Vredebest. En vijfde de 7 Reality Vibber. 8.54.1.7. Rogier. Ja, dankjewel Martin. 18.1. Dat is een prachtige kilometertijd hoor. Op de Noordorrebaan over 2220 meter Monté. Daar nemen we afscheid van Tim Pine. Terry Kane, bedankt Nico Post voor deze geweldige rit met zijn hond. Terry, van harte, wat een belevenis, of niet? Ja, super. Ja, ik heb een lekker ritje gehad. Was het echt de allereerste keer? Ja, het is de eerste keer, ja. Had je wel geoefend? Ja, een beetje op White Rose en Totale Jack. Maar alleen niet examen. En dat ging ook goed natuurlijk, maar dit is anders, ja. Het is, Begrijp ik dat je als jockey gewoon in de Monté-koersen mag rijden? Ik heb dat informeerd en hij zit, dat was goed. Dat is ook niet meer dan normaal eigenlijk, want je kan dan op een paard zitten. Smaakt het naar meer, Terry? Ga je het vaker doen? Nou, wij deden niet on zo apart. Hij brak mij rond. Ik heb hoef niks te doen in principe. Alleen een beetje zo vast houden en niet in elkaar zakken. En de proper uitpullen en de ronde tellen. Ja. Maar als er iemand met een serieus aanbod komt of een mooi ritje, dan zeg je geen nee. Ik zit niet, nee, natuurlijk niet. Super Terry, we zien je graag. Ja, bedankt. Terry Kane, dames en heren. Prachtige winnaar. Ja, vergeet u maar de tekst in beeld. Rijder John Smith, want het was wel degelijk Terry Kane, zoals u zag.